Hanneke van Daanselaar van boerderij Nieuw-Weper in Oosterwolde kreeg dinsdag bezoek van groep 4 van OBS Boekhorst uit dat dorp. We hebben ons opgegeven voor het programma Boer op Noord. En we wilden eigenlijk gewoon graag met kinderen wat meer naar buiten. En toen kwam dit programma voorbij en toen zeiden we, dat gaan we doen. Bij Boer op Noord krijgen de leerlingen een rondleiding, uitleg en spelopdrachten op een boerderij in Groningen, Drenthe of Friesland. Daarnaast valt dit uitje samen met de Nationale Buitenlesdag. Voor sommige kinderen is het ook een eerste kennismaking met de boerderij. En dat vinden ze... leuk. Want wat maakt dat zo leuk? Er zijn koeien. Sommige koeien likken aan je hand. Ik zag jou net rondlopen. En toen deed jij je wasknijper op je neus. Waarom deed je dat? Omdat ik het je vond stinken. Vind je het stinken op de boerderij? Ja. Oh. Maar behalve buiten. Okay. Maar vind je het dan ook niet leuk op de boerderij? Jawel, want ik woonde vroeger wel op een boerderij. Oh. Dus je eigenlijk bent ook wel gewend, deze geur. Die koe eet mijn haar op. Ja, dat is ook wat. Jo. Ja. Wow, dit is de achterkant. Wat staan hier voor dingen? Wat zijn dit? Wie weet dat? Wat zit erin? Dat zijn silo's. Ja, en wat bewaren we daarin, denk je? Melk. Nee, het zijn wel silo's, maar geen melk. Voer. Ja, voer. Dat klopt. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze weten waar de zuivelproducten vandaan komen. Gewoon waar hun eten vandaan komt. Dit is een agrarische gemeente, dus er zijn aardig wat bedrijven. Dus dan vind ik het ook goed dat ze weten wat daar gebeurt als ze daar langs fietsen, zeg maar. Ja, ik voel al wat. Kijk, als alles goed gaat, komen altijd eerst twee voorpootjes. En dan moet die moederkoe even heel goed haar best doen. Dan komt er een hoofdje bij. En dan een paar keer persen. En dan hebben we een nieuw kalfje op de boerderij. Na afloop mochten de kinderen ook nog een lam van een week oud aaien. En of ze nog een keertje terugkeren naar de boerderij. Ik wil wel wat vaker komen.